Zo, ik heb even net gedoucht. En net eigenlijk ook de hele dag. Zo, maar ook even mijn theetje aangezet. Dat doe ik alleen maar als ik echt niet. Zo, zit ik even lekker twee dingen te doen. Vlog te kijken en voetbal. En dan ga ik mijn eten ook eruit halen. En... super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is aan de pad, zoals iedereen weet. Ik ben kapot. Alles op en eraan. En het gaat niet worden vanavond. Ik wou vandaag eigenlijk naar Feyenoord gaan. Maar dat gaat niet worden. Ik ben helemaal brak. Ik dacht, ik denk even aan mijn gezondheid. Alles op en eraan. Dus vandaar. Dus dat. Ik ga nu even lekker maar even aankleden. Denk klaarmaken om voetbal aan te zetten. Denk alvast dat ik de tv aanzet. Alvast. Om te kijken naar de wedstrijd. Feyenoord tegen Fortuna. Ik baal er wel van dat ik het zo voel. Maar ja, het is niet anders. Ik moet even aan mijn gezondheid denken. Dus dat. Ik ga in ieder geval nu even lekker aankleden. Zo, ik heb even net gedoucht. En net eigenlijk ook de hele dag in bed gelegen. Ik ben helemaal verrot. Jij hebt net eten gehad. Helemaal stoppen. Dus wat ik ga doen is even eten maken voor mezelf. Klaar. En dat is kies. Dus, toen zag. Nee, nog geen 27 augustus. Dus die ga ik even eten maken. Kies. En dan ga ik dat even lekker in de oven doen. Maar voordat ik dat allemaal ga doen, ga ik eerst even lekker aankleden. Dus dat ga ik nu ook even maar even nu al doen. Al heb ik niet echt veel nu, maar oké. Zo, maar ook even mijn theetje aangezet. Dat doe ik alleen maar als ik echt niet lekker ben. En volgens mij word ik dat. Maar ja, ik vind wel als je ziek bent, alsnog moet eten. Enzovoort. Dus ik ga mijn eten maar warm maken. Mijn kies. Dus dat ga ik nu maar even doen. En een theetje zetten. Dus ja. Dan kan ik die even in de magnetron doen. Zo, hoppakee. Dan kijk ik hoe lang die erin moet. Oh. 180 graden. Een kwartiertje. Oké, dus dan moeten we een kwartiertje wachten tot mijn eten klaar is. Tussentijd doe ik even sloffen aan. En een beetje nog wakker worden, maar bijkomen in ieder geval. Dat vooral. Dus ja, dat allemaal. In ieder geval even editen nog afmaken. Dat moet ik ook nog doen. Ik heb het niet eens afgemaakt. Zo, zit ik even lekker twee dingen te doen. Vlog te kijken en voetbal. En dan ga ik mijn eten ook eruit halen. En een theetje al lekker gezet. Al ook even lekker. En eerst even mijn eten eruit halen. Want ik heb best wel trek. Namelijk. Dus hier gaan we even mijn eten. Kies. Ik vind altijd het lekkerste wat er is eigenlijk kies. Pizza. Wat nog meer. Ja, echt best wel veel dingen. Ik lust echt bijna alles. Maar lievelings eten is wel pizza sowieso. Of patat. Oh ja, dat dus. Maar ja, deze. En dan even bestek pakken. En dan eten maar. Dus laten we dat ook even maar zien. Let's go, eten. Zo, ik had trouwens pas geleden, begin van deze maand, iets besteld. En dat is al bijna 2 weken of zoiets. Niet binnengekomen. Dus dat is wel een beetje balen. En ik weet niet wat er mee aan de hand is. Maar ja, dus dat. Ik ga nu maar even daarop nog steeds wachten. Want wat het is Feyenoord trainingskleren. Zijn nog niet binnengekomen bij mij. Dus daar moet ik nog heel lang op wachten. En daar ben ik al best wel lang mee bezig om te wachten. Maar ja, dus tijd. Even lekker relaxen. Even nog bijkomen. Oh, ik voel me een stuk beter. In ieder geval fitter. En ik denk dat het te maken is dat ik heel laat naar bed ben gegaan. Ik was vannacht eigenlijk 1 uur of 4 pas gaan slapen. Een 1 uur of 10, 11 wakker. En ik was helemaal verrot en brak.
eenmaal misselijk soort van geworden eigenlijk, om zo te zeggen. Dus ja, gelukkig gaat het een stuk beter. Ik ben nu nog even een klein beetje nog aan editen nog. Want dat heb ik nog niet afgekregen, dus ga ik nog afmaken. En dan klaarmaken om naar bed toe te gaan. Dus ja. En wat ik nu ga doen is lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Ik heb een lekker vlog al een beetje zitten in te plannen. Ik weet het, korte vlog. Niet interessante vlog, maar ik was helemaal niet echt fit. Dus vandaar, ik ga nu lekker klaarmaken om naar bed te gaan. Morgen weer een dag, morgen vroeg op om te werken. Dus dat dus. Ik ga in ieder geval even lekker slapen. Ik wil in ieder geval jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je me meteen abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers en gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik je bij later. Ik wou zeggen, ik wil een bak koffie zetten. Maar hoe vaak heb ik niet? Ik heb een beetje koffie nog. Ik ben zo kapot druk bezig geweest op de computer met shorts. Zo, zoals jullie gezien hebben, jullie meer. Zo, morgen weer een dag. Morgen weer een dag.